welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik een soft glam make-up tutorial voor jullie. Iemand van jullie vroeg dat onder mijn video's en ik wilde gaan antwoorden van hey, die staat al online. En toen besefte ik mij, volgens mij heb ik helemaal geen soft glam video. Ik heb wel soft glam looks gemaakt in random video's, maar ik heb niet echt een hele video gemaakt over een soft glam look. Soft glam is toch wel een look waar heel veel mensen voor gaan. Wat houdt nou een soft glam een beetje in? Dat is dat je een hele glam make-up look maakt, dus lekker veel make-up, lekker heftig, maar je gebruikt vooral soft kleuren, dus neutrale kleurtjes. Dus het is wel een glam make-up look, maar gewoon met hele neutrale kleurtjes. Soft glam is ook een look waar ik meestal voor ga als ik iets ga doen. Dus ja, ik ga er gewoon een hele video over maken, want ik dacht dat ik dat al had gedaan, maar kennelijk niet. Dus we gaan vandaag weer terug naar de oldschool YouTube. We hebben weer gewoon een goede, verse make-up tutorial. Dus vind je het nu al leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met de video. Oké, ik ga vandaag beginnen met de oogmake-up. En welk paletje kun je het beste gebruiken voor een soft glam look? Dit soft glam paletje van ABH. Dit paletje, echt amazing. Amazing sowieso. Niet alleen maar voor een soft glam look, maar voor elke soort look. Kijk hoe vaak ik dit paletje al heb gebruikt. Hij is helemaal vies. Ik heb hem super vaak gebruikt. Deze kleur is ook al gewoon helemaal tot aan de onderkant opgegaan. Ja, dit paletje is echt een go-to paletje van mij. Ik vind het echt een van de beste paletjes van ABH en I love it. En hij is dus echt ideaal voor een soft glam look. Hij heet ook niet voor niks soft glam. Dus dit paletje raad ik zeker aan mocht je nog op zoek zijn naar een goed neutraal paletje. I love it. Ook de kwaliteit, de formule, de kleuren blenden goed. Super gepigmenteerd. Echt super, super gepigmenteerd. Dus je moet opletten als je ermee werkt dat je niet te veel in één keer aanbrengt. Maar dit paletje echt amazing. I love it. Elke euro waard. Dus hiermee ga ik beginnen voor de ogen. Dus we gaan even inzoomen op de ogen. Zoals altijd ga ik beginnen met het primen van mijn oogleden. Het is hier een beetje rood, maar dat komt door een make-up look die ik gisteren heb gemaakt. Ik gebruik mijn MAC Soft Over Paint Pot. Mensen, ogen primen is echt een belangrijke stap. Ik weet dat dit een stap is die heel veel mensen overslaan. Maar vooral als je ingaat met echt een hele heftige ooglook, prime alsjeblieft je ogen. Laatst was ik begonnen met een ooglook en op de een of andere manier was ik vergeten om te primen. Dat vergeet ik echt nooit, maar ik was gewoon vergeten. En ik had ook helemaal niet door dat ik dat niet had gedaan. En toen begon ik met de oogschaduw aan te brengen. Ik gebruikte gewoon een paletje die ik al ken, die ik gewoon altijd gebruik. Die is gewoon altijd goed. En de kleuren verschenen gewoon bijna niet. Ik dacht echt, wat is dit? Hoezo zie ik bijna geen kleur? Dit, dat. En toen besefte ik mij, oh mijn god, ik heb mijn ogen niet geprimed. Dus zoveel verschil maakt het. Ik had het gewoon echt gelijk door. Je zag gelijk heel veel verschil. Ik ga ook even een stukje plakband aanbrengen hier en hier om de look zo mooi strak te maken. Ik ga beginnen met deze lichte oranje-achtige kleur. Die kleur ga ik aanbrengen in mijn hele arcadeboog. Ik heb ook een hele mooie soft glam look gemaakt in mijn Foxy Eyes make-up video. Die look is ook heel mooi en dat valt ook wel een beetje onder categorie soft glam. Dus dan heb je vandaag 2 looks die je eventueel kunt gaan bekijken. Ik breng dit by the way aan met mijn Zoeva 228 kwast. Bijna al mijn oogkwasten zijn van Zoeva. Zoeva heeft echt een van de beste oogkwasten. Of ja, gewoon kwasten over het algemeen. Dan pak ik dit bruine oogpotloodje van Catrice. Deze is in de kleur 140 Shockwaves. En hiermee ga ik even een soort van wing maken. Gewoon hier zo heel lichtjes. Dit wordt gewoon een soort van basis voor de oogschaduw zometeen. En dan een beetje dat oogpotloodje uitsmadje. Dan pak ik de bruine matte kleur hier, die heet Rustic. En die kleur ga ik dan zo aanbrengen ook op die oogpotloodrand. En dan pak ik ook nog een beetje van deze hele donkerbruine kleur ernaast. En die ga ik er dan ook zo op aanbrengen. Om het iets donkerder te maken. Dan pak ik de matte kleur hier, Sienna. Dit is een beetje een roodachtige bruine matte kleur. En met die kleur ga ik alles een beetje blenden. En ik breng het ook zo een beetje in de arcadeboog. En dan pak ik ook weer een beetje van die kleur Rustic. En die ga ik ook een beetje zo in de arcadeboog brengen om het iets donkerder te maken. En dan ook nog een heel klein beetje van die hele donkerste kleur. Die ga ik ook een beetje aanbrengen, vooral zo hier in de hoek. Maar echt maar een heel klein beetje van die kleur. En dan alles weer een beetje blenden met die eerste kleur van het begin en die fluffy kwast. Oké, dan ga ik deze plakband eraf halen. Satisfying.
heb je zo een mooie rechte lijn. Je kunt de look ook gewoon zo houden, gewoon mat laten. Dat is ook heel erg mooi als je houdt van matte ooglooks. Maar ik ga toch wel een klein beetje glans aanbrengen. Niet te veel, want we moeten het wel een beetje soft glam houden. Oeh, I love it. Ik vind het echt prachtig. Ik heb hier een los pigment van NYX Cosmetics. De Shimmer Down pigment. In de kleur 05 of zo. I'm not sure. Kijk, het is echt een prachtig gekleurd pigment. Perfect voor de look van vandaag. Die ga ik aanbrengen ook een beetje met mijn NYX Glitter Primer. En die ga ik gewoon een beetje zo random aanbrengen op mijn ooglid. En that's it. Ik breng eerst een beetje van de lime aan. Of ja, van de primer op de plekken waar ik de kleur wil hebben. En dan ga ik in met het pigment. Kijk even hoe prachtig dit is. Niet te veel, gewoon een klein beetje. Een klein beetje van glans. I love it. En dan pak ik weer in dit paletje deze donkerbruine matte kleur. Om een klein beetje van die lijn terug te brengen. Want het pigment is er nou een beetje opgegaan. Maar dit valt gewoon makkelijk terug te brengen zo. Kijk even hoe mooi dit is dan. Echt, I love it. Ik vind het echt een prachtig pigment. Ik had hem nog nooit gebruikt. Dit is de eerste keer en ik heb hem echt al super lang. Maar ik vind dit echt prachtig voor een soft glam look. Nou is het tijd voor mascara. Voor mascara gebruik ik mijn Benefit Bad Gal Bang mascara. Mijn fave. En als neppe wimpers gebruik ik deze van de Primark. Ook mijn faves in de stijl 747. En dan kom ik zo bij jullie. I'm back. Ik ga nu beginnen aan mijn gezicht. Ik ga mijn gezicht primen met deze Smashbox Radiance Primer. Deze is heel klein en ik wil hem graag opmaken. Dus ik ga die nou even vaker gebruiken. En ik ben nou op de een of andere manier helemaal into glowy skin. Dus ik vind dit een hele fijne primer daarvoor. Ik ben echt weer helemaal into mijn make-up opmaken. Dus alles wat klein is of wat al bijna op is, ga ik eventjes wat vaker gebruiken om het echt op te maken. En om wat plek te creëren hier in mijn kamer. Voor foundation gebruik ik deze van Catrice, de True Skin Hydrating Foundation. Deze heb ik in de kleur Warm Olive. Deze ben ik ook iets vaker aan het gebruiken, want ik had hem dus in een video getest. Toen vond ik hem warm, maar ik wil hem toch even iets vaker gebruiken. En hij heeft een pump. Weet je nog in die video? Ik heb in die video een hele scène gemaakt over dat dit er niet op zat, maar ik had hem gewoon eraf getrokken. Echt super dom, maar oké. Ik gebruik, by the way, de spons die ik heb unboxed in mijn Maybelline adventkalender. Ik vind hem echt best wel fijn. Ik ben er echt blij mee. Ik ga ook cream contour aanbrengen. Ik gebruik deze Huda Beauty Tattoo in de kleur medium. Hele fijne cream contour is dit. Ik ga vandaag wel echt weer voor echt een full glam gezicht. Want dat is gewoon de look ja, die veel mensen doen als ze gaan voor soft glam. Dus het wordt wel echt een hele glam gezichtslook. En als concealer gebruik ik mijn Morphe concealer in de kleur C2.15. Dit is echt een hele fijne betaalbare concealer. Dus als je daar nog naar op zoek bent, ik raad deze zeker aan. Hij heeft een volledige dekking en hij is wel echt heel erg mat. Dus als je niet houdt van een matte concealer, dan moet je hem niet halen. Maar voor de rest is hij echt geweldig. Ook echt een volledige dekking vind ik altijd heel belangrijk als het gaat om concealer. En dan ga ik ook nog een cream blush aanbrengen van de Olj Goulson Beauty Collectie. En ik gebruik deze kleur hier. Die is heel erg mooi. Het is een bronzer slash blush, maar ik gebruik het als blush. Ik heb de kleur Gold and Bronze. Ik heb ook een hele video gemaakt over haar collectie. Dus als je dat wilt zien, die staat online. Ik vind dit echt een prachtige bronzy blush kleur. Ik had hem toen in die video gebruikt als bronzer. Maar ik vind hem als bronzer niet per se heel mooi. Omdat hij best wel ook een beetje rozig is. Maar voor blush vind ik hem echt amazing. Kijk even hoe mooi die kleur is. Is het niet echt prachtig? Echt de perfecte mix van bronzy en rozig. Ik breng ook lekker veel aan, want er komt nog zo meteen poeder overheen. Dus dan wordt alles een beetje vervaagd. Dus vandaar dat ik nou even wat extra aanbreng. Kijk even hoe mooi dit is. Echt amazing. Voor poeder gebruik ik deze van de Make-up Studio. Zoals ik al net zei, wil ik make-up opmaken. En deze is al bijna op. Ik heb al een andere hoor. Kijk, ik vind deze poeder zo amazing. Ik heb al gewoon gelijk een andere. Ik heb ook een kortingscode. Staat beneden in de beschrijving voor hun hele website. En deze poeder is echt amazing. Ik raad hem zeker aan.
Ik ben echt zo blij met hoe mijn gezicht eruit ziet. I love it. Voor mijn poedercontour gebruik ik dit paletje van Revolution. Hij is gewoon kapot gegaan. Oké, whatever. In ieder geval, ik ga deze bruine kleur gebruiken om mijn neus te contouren. En dan ga ik de kleur hier, die is een beetje geel, nog extra aanbrengen. Hier zo voor extra verlichting en extra dekking. Nou, en wat is dan de volgende stap? Trommelgeroffel. Mijn Max & More Fixing Spray om alle poeder mooi in elkaar te laten smelten. Dit gaat er echt voor zorgen dat je niet zo'n cake face krijgt. Ik ga nu heel even snel mijn oogmake-up afmaken. Ik ga nu het oogpotloodje aanbrengen in mijn onderste waterlijn. Dat vergroot een beetje mijn ogen. Deze is van Rimmel London in de kleur 005 Nude. Dit is echt het beste oogpotloodje ever. Ik weet niet waarom ik altijd alles laat vallen. Ik ben echt zo'n onhandig persoon. Maar dit oogpotloodje is super betaalbaar en echt super, super goed. Hij blijft ook echt heel lang zitten in je waterlijn. En dat is best wel knap. Dan ga ik weer alle bruine kleuren die ik heb gebruikt hier ook aanbrengen op mijn onderste wimperrand. Dus deze, deze en deze. Ik begin met donker en dan ga ik naar licht. En ik breng het aan vanuit de hoek hier tot aan het midden. Ik trek het niet helemaal door naar de binnenste ooghoek. Oké, ik heb even iets anders gedaan. Ik heb die kleur niet aangebracht, maar de kleur ernaast. Dus ik heb eerst die kleur aangebracht, toen die ernaast en toen deze. Dan pak ik nog de glanzende kleur hier. Die heet Glistening. En die ga ik een beetje aanbrengen in de binnenste ooghoek. En dan weer mascara op de onderste wimpers. Ik gebruik weer die mascara van net, maar ik ga ook mijn wimpers primen. Ik heb even de belichting een beetje omlaag gedaan, want ik heb het gevoel dat je nou alles beter kunt zien. Oké, ogen zijn klaar. Dan ga ik nou mijn gezicht bronzen eindelijk, want mijn gezicht heeft echt een beetje bronzen nodig. Ik gebruik mijn Old School Fave MAC Give Me Sun, een van mijn fave bronzers. En voor blush ook eentje van MAC. Dit is de MAC Blush Peaches. Prachtige nude kleur, perfect voor een soft glam look. Is ook niet een te heftige blush, het is een beetje een sheer blush, zo heet hij ook. En omdat er al cream blush onder zit, hoeft het allemaal niet heel veel nu. En als highlighter gebruik ik deze van Physicians Formula in de kleur Champagne. Dit was ook altijd echt een van mijn faves. Kijk, hij is ook al gewoon echt bijna op. Dus ik wil die weer gebruiken. Dit is echt een beetje een cream slash poeder formule. Heel apart, maar I love it. Het geeft echt zo'n wet look effect. Kijk, heel mooi. Echt een hele heftige glow. Fantastisch. Oké, en dan de lippen. Soft glam betekent dus ook neutrale lippen. Je kunt ook wel gaan voor rode lippen of zo. Dat is ook wel mooi, omdat alles zo neutraal is. Maar ja, dan wordt het wel weer iets minder soft glam, vind ik altijd. Dus ik ga gewoon voor een nude lip. Ik ga mijn Fave Lip Combo gebruiken. Sweet Tea Lip Pencil. Hij is back, jongens. Oh my god. En dan met deze matte liquid lipstick van Pixie in de kleur Posh Nude. Prachtige nude kleur. En deze Kiko 3D Hydra Lip Gloss in de kleur 2. Deze combo. Amazing. En dan als laatste fixing spray. Ik gebruik mijn Revolution Super Dewy Hydrating Setting Spray om een beetje een glow aan te brengen op mijn gezicht. En dan zijn we klaar. Nou mensen, dit was dan mijn soft glam look. I love it. Dit is echt een go-to look die ik echt bijna altijd doe als ik iets ga doen. Ik vind bruine, neutrale kleuren mij altijd het beste staan. Ik vind roze nude ook altijd wel mooi. Dat is ook wel een mooie kleur voor een soft glam look. Ik hoop dat jullie weer hebben genoten van de video en er iets aan hebben gehad. Let me know wat je ervan vond beneden in de reacties. En ik ben echt heel blij met hoe mijn gezicht eruit ziet. Alle producten die ik heb gebruikt vandaag raad ik ook allemaal aan. Het zijn allemaal hele goede producten. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!